Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. We hebben weer een nieuwe aanwinst in ons Weekend League team. En het is niet zomaar iemand. Het is 90 Prime Icon Luis Hernandez. Dit is het team waarin ik hem speelde. Ik heb uiteindelijk Veerman in de goal. Ik heb niet de ideale selectie. Als ik meer coins haal met een goed resultaat in deze Weekend League, ga ik David de Gea nog halen om mijn keep te verbeteren. En ga ik ook nog een andere middenvelder aanschaffen, namelijk Paul Pogba. Ik moest dus een redelijk goed resultaat neerzetten en daarvan had ik smaakmakers nodig als Luis Hernandez, Ousmane Dembele en mijn nieuwe aanwinst op de bank. Ik heb namelijk twee nieuwe spelers erbij gehaald en dat zijn mijn FUT Champion Zaha en ook Infom Lozano. Lozano had ik gepakt in mijn Elite Pack en die wil ik dus sowieso bewaren voor mijn uiteindelijke Infom Eredivisie team. Maar Lozano is denk ik de grootste verrassing van mijn team en dat is toch wel een apart iets om te zeggen als je Luis Hernandez erin hebt staan. Maar Lozano, hier scoort hij ook. Hij is zonder grappen een van de beste rechtsbuitens in de hele game. Je hebt Ousmane Dembele en Gerrit Bill, die vind ik beter. Maar verder is Lozano echt een van de top die ik momenteel aan het gebruiken ben. Hij is enorm snel, behendig en kan super goed afmaken. En dat zeg ik niet omdat ik een voorkeur heb voor een club. Ik zeg het echt omdat hij oprecht heel goed is. Je moet het zelf eens een keer proberen. Hij kost momenteel 20k. En hij is echt een pure aanwinst voor je team. Want hij is geweldig op de bank te hebben. En ik heb daardoor een nieuw cruciale speler die ik kan gebruiken voor de rest van de Weekend League. Super speler dus. Ousmane Dembele scoort hier ook een belangrijke man. Wat ik dan meestal deed was dat ik in de 45e minuut, wanneer de eerste helft voorbij was, wisselde ik uiteindelijk Ousmane Dembele voor Lozano. Dan kwam help aanvallen mid. Dan had ik in de spits Luis Hernandez en Griezmann staan. Luis Hernandez op de rechterkant en Griezmann op de linkerkant. Komt het dat Luis Hernandez natuurlijk rechts is en Griezmann links is, kan je daar dan goed die dubbel tapjes doen. En dan had ik op het middenveld uiteindelijk Zuber, Vidal en Herrera. Herrera niet de beste speler. Ik vond hem een beetje tegenvallen in de eerste 10 wedstrijden. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat hij wel een beetje beter is gaan spelen. Maar er zijn wel betere middenveldopties beschikbaar. Ik wilde namelijk wel Bayern van Lady Cam hebben en was dadelijk geforceerd om Herrera te gebruiken. Maar zodra ik de coins heb, ga ik Pogba kopen. Die zal wel een stukje beter zijn op die positie, denk ik. Vidal was toch mijn favoriete middenvelder uit de vorige Weekend League teams die ik had gebruikt. Ik vond hem heel goed. En hij blijft vooralsnog de beste verdedigende mid die ik gebruikt heb. Dan hebben we Zuber, de man die ik op links buiten had gestart. Daardoor krijgt hij 8 chemistry omdat hij geen link krijgt met Griezmann. Is uiteindelijk nog wel te fixen, maar dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Alleen Zuber speelde op 8 chemistry enorm goed. Iedere stat is wat 80 bij op zijn kaart. Heeft goede pace, goede verdediging, goede kracht. Hij kan redelijk koppen. Hij is het totaalplaatje voor een middenvelder die misschien net 15k kost. Ik had hem anders voor Champions Reward, wat voor mij heel veel scheelde. Maar anders wilde ik hem sowieso een keer halen, want hij linkt dus met Vidal en krijgt daar alsnog wat teamgeest. Dit is ook iets wat ik mee wil geven, een kleine goal tip tussendoor. Wanneer je 1-op-1 komt met de keeper, dan moet je altijd lobben wanneer je te weinig ruimte hebt om fatsoenlijk te schieten. Dan komt hij altijd over de keeper heen, de keeper doet er eigenlijk niks tegen. Ik weet niet of het de fout is van de game dat het zo makkelijk is, maar je scoort ze letterlijk altijd. Dus iedere keer als je 1-op-1 komt en je hebt weinig ruimte, doe een lopje en je zal hem 9 van de 10 keer scoren. Je moet het gewoon een keer proberen, de time een beetje doorhebben. Maar het hoeft niet eens heel krachtige lopjes te zijn. Die met Griezmann ging echt net 5 centimeter over de keeper heen en hij vloog er alsnog gewoon in. Dan hadden we nu, even terugkomen naar het team, weer een paar toepassingen veranderd, zeg maar, in mijn verdediging. En de grootste verandering was toch wel dat ik wat sterkere centerbacks had gehaald dan mijn vorige Weekend League. De vorige Weekend League had ik een verdediging van Alaba, Socrates, Manolas en Florenzi. Die heb ik nu vervangen met een verdediging van Alaba, Boateng en aan de rechterkant Bailly en Valencia. En ik merkte het verschil meteen. Ik kon een stuk beter verdedigen. En dat komt denk ik omdat ik heel erg afhankelijk ben van sterke centerbacks. Het voordeel van sterke centerbacks is dat je iets minder precies moet zijn met tackelen, waarin ik soms nogal lomp ben. Ik druk dan iets te vroeg op tackelen, waardoor ik soms een foutje maak. En dat was met Manolas vaak wat crucialer dan met Boateng. Boateng is namelijk echt een enorm sterke centerback en die duwt iedereen aan de kant. En hetzelfde geldt voor Bailly. Valencia vind ik toch wel de beste rechtsback tot nu toe. En daar is ik denk ik als enige verbeterpuntje nog. Dat de linksbackpositie Alaba voor mij niet echt altijd even goed is. Ik vind Alaba prima, maar ik heb al een sterke voorkeur voor Jordi Alba. Ik moet even kijken wat ik dus een fijnere partnership vind. Of Boateng, Alaba en Vidal. Of dan Ramos, Jordi Alba en dan de center mid. Even kijken of ik uiteindelijk met nieuwe icons dat kan aanpassen. Dat ik een middenveld kan hebben met een icon in plaats van een middenvelder van Real Madrid. Maar dan moet ik even kijken waar het schip strandt. En dan ga ik even letten op de nieuwe middenvelders die in de game komen in de vorm van Prime Icons. En andere Infom varianten. Dus even kijken wat ik daarmee ga doen. In de tussentijd gaat het prima met de spelers die ik nu heb. Luis Hernandez ga ik nog een review over maken. Ik ben namelijk enorm te spreken over hoe hij speelt. En misschien twijfelen mensen eraan om de 900k aan hem uit te geven. Hij kost namelijk wel best wel veel en je moet er een icon voor inleveren. En hij is niet zo heel veel beter als de andere varianten. Dus je moet een beetje kijken wat je wilt doen. En daarom ga ik een review maken met daarin
mijn mening over de speler. En dan ga ik ook een beetje in de gaten houden wat zijn prijs is. Maar het zal vooral over zijn kwaliteit als individuele speler gaan. Want hij is toch een partijtje goed. En geeft hier ook een lopje. Waar je af en toe toch wel jaloers op kan worden. Geweldig doelpunt. En die gaf ook een mooi begin aan de wedstrijd aan. 20e minuut. En we stonden al 1-0 voor tegen deze tegenstander. Ik ging heel snel door mijn wedstrijden heen. Ik scoorde altijd wel een paar doelpunten al voor het einde van de eerste helft. Met als gevolg dat heel veel tegenstanders al snel dachten dat ze er genoeg van hadden. Ook deze man, 26 minuten bezig. Het is alweer een nieuwe Rage Quit. Het was mijn snelste Weekend League tot nu toe. Een start waarin ik 12 wedstrijden had gespeeld in de tijdspan van misschien net 2 uur of zo. Terwijl je er normaal 3 uur over doet. En daar had ik dus een uur mee bespaard. Simpel doordat mijn tegenstanders heel snel stopten. Wat ik toch wel een goed teken zag. Want ik vond Griezmann dus heel goed. Dat had ik al heel vaak gezegd. En die deed samen echt flink wat schade aanrichten. Samen met Luis Hernandez. Ze kunnen allebei enorm goed dribbelen. 4 sterren skills. Het enige nadeel wat ik aan beide spelers heb is dan de 3 sterren weak foot. Maar daar kan je op zich nog wel omheen werken. Want een rechterbeen of linkerbeen, afhankelijk van welke speler het over hebt, is echt dodelijk. En gaat je heel veel doelpunten opleveren. Dit was verreweg de meest frustrerende wedstrijd van de 12 die ik in deze wedstrijd of video laat zien. Alessandrini was heel goed voor mijn tegenstander, terwijl ik er zelf echt helemaal niks mee kan met Alessandrini. Ik vind hem vreselijk en ik snap niet dat mensen hem zelf heel fijn vinden. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke smaak. Ik vind Alessandrini zelf helemaal niks. Voor mijn tegenstander was hij heel goed. Ook daarna doelpunt met Gabriel Jesus. Iedereen weet hoe goed hij is. Vond hem toch wel een van de fijnere spitsen die ik in de eerste Weekend League gebruikt had. En hij blijft waarschijnlijk het hele jaar door een heel gevaarlijke keuze. Ook veel mensen gezien die hem in monthly teams hadden. En daar ben ik wel jaloers, want ik wilde hem zelf heel graag hebben. Alleen vielen mijn monthlies uiteindelijk best wel tegen. Heb je die video trouwens niet gezien? Raad ik zeker aan die te kijken. Ik krijg een 90 plus in vorm en daarmee is het best wel een leuke pack opening. Het is een combinatie van mijn Elite Rewards en mijn monthly rewards. Zeker een leuke video dus. Ik zal hem ietsje rechtsboven het scherm achterlaten, dan kan je die alsnog checken. Hier mooie passes, eindstation Luis Hernandez. Scoorde 2-4, wat toch wel verlossend was. En vanaf daar gingen we uiteindelijk de goede kant op qua doelpunten. Kom hier nog een keer, mooie paas, fijn dat hij aankomt. En de afronding is nog wel een stukje fijner. Dit is dan het voordeel als je echt enorm goede spitsen hebt. Die maken dat soort kansen af zonder er 2 keer over na te denken. 2-5 dus, hij doet nog wel iets terug. Hij komt er namelijk met de kans. Mooie paas Martial en de goalkeeper kan daar helemaal niks tegen doen. Ik moet nog eens kijken wat ik ga doen tussen de palen. Er is namelijk ook een nieuwe Prime Icon Schmeichel. Ik heb uiteindelijk zijn leenversie gehaald. Zijn 92 lane variant kostte voor mij uiteindelijk 5k om te voltooien. Met al mijn untradables in de club. Je moet daarvan 32 algemeen team hebben met 60 teamgeest. Dus je kan daar redelijk random spelers in halen. En uiteindelijk alsnog de teamgeest halen. Dat had ik gedaan. Ik wilde kijken, want je kan hem van 20 wedstrijden gebruiken. Hoe goed hij is. En of hij de moeite waard is om te upgraden. Hij kost namelijk ongeveer 300 tot 400k. Wat best wel meevalt. Van 92 algemeen icon. Hoeft er ook geen andere icon voor in te leveren. En het is wellicht wel de beste keeper in het spel. Samen met de prime icon Lev Yashini nog moet komen. Dus kijk nog wat ik ga doen. Want De Gea is ook heel goed. Het is natuurlijk wel fijn als je een prime icon keeper hebt. Die met iedereen linkt. En die dus voor de rest van FIFA kan gebruiken. Zullen er zeker voordelen aan. Het enige nadeel is dan dat je 300k steekt in een speler die je nooit kan verhandelen. En keepers zijn toch wel de laatste plek om uiteindelijk te upgraden. Vergeleken met andere posities waar je het verschil wat meer kan merken. Maar Firmino was voor mij best wel chill. Heb er niet echt iets enorms op aan te merken. Hij is niet de snelste keeper. Maar hij maakte wel belangrijke reddingen. Die andere keepers die een stuk minder zijn niet zouden maken. Hier komt Lozano weer. Mooie bal tussen de palen. Wat een moeilijke wedstrijd. Want deze man was heel goed in de verdediging. Kwam ook op een voorsprong. Uiteindelijk breken wij die band dan. Met onze snelheid van mijn wissels. En die komt Lozano weer. Simpel 1-2 met Hernandez. Komt ook aan. En een Mexicaanse connectie. Geeft uiteindelijk toch indirect het doelpunt. Want daar komt dan een Griezmann. En die kan hem vanaf een open doel erin schuiven. Dat is verder allemaal niet zo heel speciaal. We zitten in de 21ste minuut. Ik probeerde de wedstrijd vooral een beetje uit te zien. Zo min mogelijk balverlies te leiden. Omdat dit voor het eerst een lange tijd weer is. Dat ik dan 10-0 zou gaan in de Weekend League. Wil dat dus kost wat het kost bewaren. Score ook de 1-3 met Zuber. En we zaten dus in een heel goede positie. Om voor het eerst in lange tijd weer eens 10 wedstrijden uit elkaar te winnen. Natuurlijk zal het uiteindelijk wel fout gaan, want je komt na een tijd gewoon tegen veel te goede spelers. Of je komt tegen een professional waar je vaak geen kans tegen hebt dat een team onder andere ook gewoon veel beter is dan de jouwe. Naast dat hun kwaliteit een stuk hoger ligt dan bijvoorbeeld die van mij of van de algemene speler. Anders zou het geen pro zijn uiteraard. En dan kom je bij de laatste wedstrijd aan. Dit is de 12e wedstrijd, ik had de 11e niet opgenomen. Maar omdat ik er zo snel doorheen ging, dacht ik, dan zou ik nog Age 1 game laten zien waarin Hernandez nog eens zijn volle potentieel laat zien. En bewijst dat het een superspits is die iedereen zou moeten aanschaffen. Hier komt hij dan nog een keer. Simpele passes. Komt uiteindelijk weer aan bij de man waar enorm veel ruimte ligt. Luis Hernandez. En met zijn 1-op-1 maakt hij die altijd af. Schiet een verwoestend langs de keeper.
En uiteindelijk wint mijn tegenstander na 12 minuten dat hij er genoeg van heeft en verlaat de wedstrijd. Winnen dus met 2-0, staan op een respectievelijk record van 12 wins en 0 losses. Niks op te klagen dus. Ik wil jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je het niet gedaan hebt. En ook te abonneren als je het ook niet gedaan hebt. Dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.